Yo, mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video van Little Nightmares. Ja, gaan we nou weer verder met de game waar we zijn gebleven. Dat heeft eventjes wat tijd gekost, want ja, de vorige video ben ik een paar keer door bloedzuigers gepakt. Oh, dat is niet zo heel erg fijn in de game. Nou ja, prima. Hup, even kijken, sprint. Pakken, auw. Ik begrijp mis. Ik geef mis, jongens. Ik geef mis hier. Dit was mijn schuld. Ai, waarom overkomt dat mij altijd? Huh? Ik dacht dat dat een checkpoint was. Ik dacht dat ik een checkpoint had daar. Bleek dus niet zo te zijn. Ah, god. Pleur ik naar beneden. Denk je een checkpoint te hebben, is het niet zo. Zo haatvol, jongens. En ik was natuurlijk vergeten de gripknop te pakken. Kijk, als ik deze loslaat, dan grijp ik hem niet vast. Dat is dus een punt. Echt dat dit een checkpoint is. Nu heb ik hem wel. Nu heb ik hem wel, jongens. Oh, thank god. Waar zit de schakelaar? De schakelaar zit hierboven. Hoe wil je weer naar beneden komen? Via dezelfde route? Nou, dan moet ik gaan rennen. Eerst die, denk ik. Hoe wil ik dan weer naar beneden komen? Oh nee, wacht, ik moet verder naar boven. Dat was het punt, denk ik. Dat ik hem daar naartoe moest halen. Nee, want daar kan ik niet verder. Ah. Die dan hier naar beneden, zodat ik verder kan lopen. Ah, zo dus. Nee! Ik pleur eraf. Dit was zonde, jongens. Dit was zonde. Ik had hem een beetje door eindelijk en dan pleur ik eraf. Damn it. Ugh, potverdorie. Net een beetje door, pluk eraf. Wat ik moest doen. Maar op dat het me niet nog een keertje gebeurt, kan ik weer opnieuw beginnen dit stuk. Ah, dat is zo haatvol, want als ik dit doe, ik kan er niet doorheen. Dat jij. Onderstroom, onderstroom. Ik ga even uit. Dus wat gaan we nu doen? Gaan we proberen naar boven te komen? Gaan we op die krat komen? Jullie maar naar boven. Eerlijk gezegd dat we het gaan redden. Ik ga even rennen, want hier is toch niemand. Dus hopen we dat we er snel doorheen komen. Even kijken, behalve dit. Nee.
Dat was eventjes bijna een val, jongens. Bijna een val. Oeh. Gaat niet zo super goed. Nee, ik niet. Maar ik moet er denk ik omspringen en dan moet ik hem precies naar de andere kant zwaaien, denk ik. Denk ik. Even kijken. Nu heb ik hem. Mooi. Nu heb ik hem. Kijk, dan gaan we omhoog klimmen. Omhoog. Daarmee. Mooi, mooi, mooi. Daar geluid. Ja, klaar. Hier boven. Kijk, luister je boven. Nice. Even kijken, die. Hè. Jij eruit? Sorry, dacht ik eventjes een... Raar iets zag. Wat? Gloeiende, gloeiende. Schrik met een plus. Bloedzuigers! Auw. Ah, dat was een bloedzuiger. Deze game geeft nog eens de kriebels, jongens. Gaan rennen, want hier zitten bloedzuigers. Ja, hij heeft me. Net de laatste. Oh. Mijn god, jongens, dit is lastig. Dit is heel lastig. Dit kost me wel even de tijd om erheen te komen. Ik moet echt goed kijken waar al die bloedzuigers zijn. Ik ben er wel langs gekomen nu. Ben er langs. Ben er langs gekomen. Fuck. Weer zo'n oog.
te langzaam. Ietsje te langzaam. Daar ging dus iets te langzaam. Kakhoog. Hij heeft me iedere keer op dat stukje. Die prullenbak die is lastig bij te houden. Ik weet niet hoe dat komt. Nou, volgende try. Volgende try, jongens. Dat is te lastig, hè? Ik rende iets te hard door. Iets te hard. Iets te hard, jongens. Ik rende iets te hard. In de schaduwen blijven. In de schaduwen blijven. Dus ja, dat is wel een beetje lastiger. De schaduwen zijn veel smaller namelijk. Hij dacht, deze schaduwen waren ietsje lastiger dan normaal, maar nee, we zijn er weer doorheen gekomen, jongens. Pak. En dan maar. Ah, lekker. Kleine poppetjes, die ik hem ook de kriebels te geven. Presentatie unlocked, the prison. Mooi. Oh. Voor mij was dit het eerste deel van de game. Waar we nu doorheen moesten. Dit was eerlijk gezegd best wel een lastig stukje, moet ik zeggen. Nou ja. We zijn er doorheen gekomen. Oh nee, wacht. Dit was dan niet het eerst. We zitten nog steeds in de boot. Dus ja, we zijn nog wel eventjes bezig. Was in ieder geval nog niet het eerste gedeelte. Het is heel snel. Nou ja, bij de eerste zonder lantaarnpaal. Was in ieder geval het eerste gedeelte deels. Of hier iets zit. Wat, ik check eerst wel even daar. Want ik moet denk ik naar boven toe. Anders gaat het wel weer wat lastig worden. Iedereen? Lijkt me niet echt. Ja, ik begrijp dat ik erheen kan. Maar naar boven toe gaan. Weet ik daar beter zicht op het dinges. Dus ik ga even naar boven toe, jongens. Naar boven toe. Even kijken of we daar wat zicht hebben, niet?
En hier hebben we ook een doorgangetje. Pak deze. Oh god, ik heb zo'n gevoel dat dit niet. Eerst even deze uitschakelen, want anders komen we er ook niet langs. Moet dus wel naar beneden, want ik heb een sleutel nodig en die zit hier. Uiteindelijk zullen we er wel langs moeten. Deze dan maar open. Moet er wel langs. Kak. Ik moet er langs, jongens. Moet er langs, dus ja. Gaat wat worden. Dan heeft echt een bed waarin hij vastgebonden kan worden. Ah, kijk, daar ligt al een sleutel. Oh. Bijna dood. Bijna dood. Moet er ook niet van afspringen als het niet kan. Je hebt de sleutel, dus we kunnen er hopelijk in. Laat ik niet de slechte keuze maken. Oh. Ik denk dat ik zo moet oppassen dat ik in ieder geval niet die teddyberen dingen pak. Wat moet ik hier mee? Pak hem maar wel, maar ja. Pak hem maar wel voor zekerheid. Ik heb niks anders om te volgen. Extra kamer bij. Oh, dat is de lift. Ah, nog een keer nodig. Even 4, want je weet nooit wat er is gaan komen. Oeh, daarom wacht ik heel even hier. Wel wat een gnoom. Nog wel de gnoom. Een rat. Honger.
heb weer honger, dus ik moet er even iets eten. Ah, fijn. Hangt daar iets? Dode rat. Voelt niet heel goed aan. Hier ligt eten, maar dan kom ik in de val. Zie ik nou al. Ik denk dat dit wel bij de missie hoort. Voltje. Ben ik nu dood? Ben ik ergens naartoe getransporteerd? Dit gaat niet goed, jongens. Dit gaat niet goed komen. Ben ik bang. We zijn er naartoe getransporteerd. Ik steek die gelijk aan. Ik denk dat we zo een boss fight gaan krijgen. Hier kom ik dus niet door nu. Nou, dat wordt dus heel lastig. Dat gaat dus lastig worden. Kijk, heb ik dan nog een kooi nodig? Slingeren. Dan maar slingeren, ja. Voordat ik ver genoeg kom om er doorheen te komen. En ben er door. Zitten we nu weer met een opsluiting hier. Valt het dikker mee. Het valt dit keer. Nou, ik denk dat. Ja, ik zie hem al. Kijk, dat zochten we dus. Jongens, meiden. Cars aan hier. Kijk, jongens, daar is die. Ah, goed, ik zag hem al. Om voorzichtig voorbij sluipen. En ik zie net dat gat, dus dat komt mooi uit.
Maar mensen, daar gaan we de volgende keer weer mee verder. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Later!